Voetbalclub Achilles mag de 90ste verjaardag definitief niet op Sportpark de Heikant vieren. Hans Peters, raadslid van Sociaal Groesbeek, baalt van het besluit van de rechter. Ik vind het gewoon eigenlijk schandalig, moet ik eerlijk zeggen, dat het niet door kan gaan. Een club die 90 jaar bestaat en niet op een eigen veld een feest kan vieren omdat ze 90 jaar bestaan, vind ik in ieder geval niet goed voor Groesbeek. En niet goed ook voor de familie, maar ook niet goed voor de club. Ja, de club heeft geen kantineinkomsten meer op dit moment. De club heeft geen entreegelden meer. Ze hebben geen veld meer, dus ze hebben geen kantine en ze hebben niks. En dat brengt ze financieel in de problemen. Ze hebben nu ook die ruim 1700 euro boete, laat ik het zo maar noemen, aan proceskosten, wie ze verloren zijn. Ja, ik betreur dat soort zulke dingen. Kijk, neem de familie niks kwalijk, want de recht is recht en krom is krom. Maar soms kan het recht ook krom zijn. En in Groesbeek vind ik de recht echt krom nu op dit moment. Kijk, ik heb ook de stukken gelezen. Ik heb de stukken gelezen van de familie Derks ook. En ik begrijp de familie ook. De club heeft ook steken laten vallen. Laat er ook gewoon duidelijk in zijn. De club betreurt de beslissing van de rechter en moet nu op zoek naar een oplossing. De reactie is teleurstellend, maar het feest gaat niet door. Het feest wordt op een later tijdstip gevierd. Ja. Morgen is de algemene ledenvergadering op de Horst. En daar beslissen de leden wat er gaat gebeuren. Ik ben zelf ook hartstikke benieuwd. Eén ding is zeker, Achilles zal voorlopig niet meer het sportpark mogen betreden.